Noah, spanning staat natuurlijk enorm op. Dinsdag gaat het allemaal gebeuren. Collega's willen natuurlijk alles weten van wat daar gebeurt. Hoe was het vandaag? Goedenavond. Je merkt wel dat iedereen toe is om weer lekker naar een speelstad te gaan. Morgen gaan we allemaal naar München en dan gaat het dinsdag eindelijk weer beginnen. Want er zat natuurlijk een week tussen. Maar zoals je zegt, inderdaad, collega's willen van alles weten. En er was een beetje verwarring ontstaan over de blessure van Denzel Dumfries. Want die speelde natuurlijk niet tegen Oostenrijk. Ronald Koeman zei dat hij niet 100% fit was. En dat hij dat risico met zo'n speler natuurlijk niet wil nemen. En bij de NOS heerste het idee dat dat zou gaan om een leash-blessure. Maar dat bleek uiteindelijk helemaal niet zo te zijn. Maar er ontstond wel een komisch moment op de persconferentie. Klopt het dat je leash-expert binnen laten vliegen? Nee, want ik heb geen klachten van mijn leash. Oh. Ja, zien we wat dan? Wat dan wel? Van waar heb je die informatie? Slechte info gehad. Nee. Volgens mij zei zelfs ook de bondscoach dat het een beetje lies was. Oh, ik denk dat hij vergissing heeft gemaakt. Hij is toch lullig, zoiets Nico, toch? Hè? Dan bereid je goed voor. Zit je daar voor een NOS en dan gebeurt je dit. Maar de mensen Stekelenburg. Was dit, hoe heet die gast? John Stekelenburg. Ja. Ja, dat is, ja. Nou, ik heb wel dolle pret steeds als die in beeld komt daar op zo'n plein in Wolfsburg. Het is nu zo'n soort running gag geworden. Is er nog iets? Dat is weer zo'n scheidlollig iets van de NOS. Of hoe heet het daar? Dus van, we gaan nu naar... Er is niets te beleven in Wolfsburg. Ja, dat is het verhaal. Ja, nou, dat vind ik echt zo flauw, vind ik dat. Echt niks. Jan zegt Juri Mulder. Dan moeten jullie even zijn. Die snack. Daar krijg je dan beelden s'avonds, weet je wel. We zijn naar het centrum gegaan. Daar staat iemand wezenloos een curryworst naar binnen te werken of zo. En er is niks te doen in Wolfsburg. Dat is toch gewoon de journalistiek daar. Ja, dat is het. Ja. Wat is dat voor waanzin, joh? Ja, doe het dan niet, zeg jij. Maar het is ook gewoon wat wel schitterend is. Dat heb je altijd tijdens het toernooi. Hij is nu gewoon al ongekroond de malle appie. Gewoon van het, de malle appie van dit. Ja, je vindt van de sportverslag. Jeroen Stekelenburg, ja? Ja, vind ik wel. Die heeft nu echt die rol op zich genomen van... We gaan nu zeg maar weer keihard lachen om niets. Maar ja, ze zijn ook niet te benijden. Want heb jij al één international op een zinnige opmerking kunnen betrappen? Nee, niet. Nee. Nou ja, wat moet je die jongens nou vragen? Ja, dan? Nee, maar dat maakt het juist zo mooi. Dat hij gewoon helemaal niets te vertellen heeft, weet je. Want hij staat daar. En ook steeds die fijne vertraging. Ja, in de opening ging het ook al niet echt heel soepel vandaag bij de persconferentie. Ben, eens even met jou beginnen. Hoe is dat om hier te zijn? Voelt dit een beetje als het Hol van de Leeuw voor jou? Dit? Ja. Nee, of zo. Dat is toch altijd wel een beetje een spanningsveld tussen jou en de media? Nou, ik vind het een beetje een rare vraag. Waarom? Volgens mij sta ik jullie altijd gewoon normaal te woord. Kom ik 2-3 keer al in de wedstrijd naar de studiosessies, naar de wedstrijd. Ontspannen zelfs, dus ik begrijp je vraag niet. Ja, dit is wel weer heel goed, vind ik. Ja.